kijk, er zijn maar zoveel zetjes. Mm-hmm. En je neemt altijd de plaats in van iemand anders. En als het, dan komt het egoïsme boven. Want wanneer vallen partijen uiteen? Dat gebeurt al bij de lijstvorming. Lijstvorming, dat is altijd de strijd, dat eindigt in vetus. Dat is een goede vraag. Ik denk dat sociaal-economisch sta ik wel... Ja, ik weet dat niet. De partij is soms wel wat liberaler als ik zelf ben. Mm-hmm. Ah. Ik ben wel een gemeenschapsdenker als het gaat over bepaalde vrijheden en zo verder. Denk ik dat toch... Allee, ik vertrek niet vanuit het individu, maar vanuit de gemeenschap en het samenwerkingsverbanden tussen mensen. Moest de N-VA zeggen, wij doen het, dan zijn er van mij, ze zou het kunnen. Maar dan moet Bart de Wever zeggen, ik word premier van het land. Voilà. Dan even... Hij verlaat op dit moment de zaal. En dan moet Bart zeggen, ik word premier van het land. Dan moet Theo zeggen, ik word minister van Binnenlandse Zaken en ben ook gevoegd voor migratie. Want de macht van een eerste minister is groot. En dan heb je het gezicht ervan en dan moet je de zaak doordrukken. En als dat niet lukt, dan laat je de regering vallen binnen een jaar. Of laat je de regering vallen binnen 2 jaar. En dan hebben we klare duidelijkheid voor de burger. Ja. Denk je dat die kinderen mij niet aanspreken? Ik ben in het grootste vluchtelingenkamp van de wereld geweest. Mm-hmm. Ik ben in Dabab geweest. Dat was het begin van mijn reis. Ik heb daar kinderen zien grazen. Meen ik, ben in Somalië geweest. Ik heb dat gezien. Denk je dat je niet greveert van te zeggen dit? Maar zeg me dan een keer wat dat de oplossing is. Gaan ze op vliegtuig zetten, gaan ze naar hier brengen? Dat is de grote vraag van het feit. Wat gaan we doen? En men zegt iedere keer dat je een hart hebt. Ja, ik heb daar een hart voor. Hij had bloed daarvoor. Hij had daar ook voor letterlijk wenen. Maar iedere keer dat hij zegt, was de rationele oplossing. Oké, dat zijn kindertjes. Dat zijn kindertjes. Maar zijn kinderen verantwoordelijk, ouders zijn verantwoordelijk. Dan moet je de wet durven veranderen. Dan moeten wij hier durven zeggen, maar dat doen ze nooit. Dat doen die partijen nooit. Verander dan de wet. Oké, we gaan die kinderen terughalen. Maar we gaan artikel 9 van het EVRM niet respecteren. Wij gaan niet respecteren dat er een gezinshereniging komt. Als we dit durven doen, dan sta ik daar wel achter. Maar dat is iets totaal anders. Ja. Ik word soms ook wel zeer hard gebracht. De media heeft mij gezet van kijk Frank, dat is een harde van de N-VA. Dat moet en dat zal. Terwijl dat niet altijd zo is. Veel mensen die me goed kennen dat wel anders. In mijn dorp bijvoorbeeld weet iedereen dat wel. Omdat je natuurlijk ook burgemeester bent. En heel dicht bij de mensen staat. Maar... Veel mensen die wat verder afstaan, die hebben zoiets van, amai zeg, wat is dat voor een? Die legt, hè, zoals zij legt, elke dag wel een waal tussen zijn boterham of een linkse tussen zijn boterham. Dat is natuurlijk niet zo en dat is wel eens leuk. Niet elke dag, maar om de 2 dagen. Dat is wel eens leuk dat wordt... Hebt u eigenlijk zelf... Beetje, misschien dat andere verhaal ook eens krijgt van... Hebt u zelf... Dat is toch maar een gewone mens zoals wij allemaal. Hebt u dat...